Wat vond je zelf van de wedstrijd? Ja, heel zakelijk. Heel goed. Goed voetbal laten zien. Benutte kansen. Zelf afgedwongen. Elkaar goed gevonden in het veld. En restverdediging stond goed. Ook de nul gehouden. Top voor de verdediging. Middenvelders hebben hun werk gedaan. En de aanvallers ook. Larsen mocht zijn doelpunt maken. Emiel heeft een hartstikke goede wedstrijd gespeeld en ook een mooie assist gegeven. Ik mocht zelf dan ook twee doelpunten maken. En heerlijke vrije trap van Marco Vujinovic. Een heerlijk begin. We beginnen heel goed. Ik denk dat we na 10 minuten al 2-3-0 voor kunnen staan. We staan ook 1-0 voor. Dat is natuurlijk een heerlijk begin. Ja, dat trokken we eigenlijk 40 minuten lang door. En dik verdiend sta je met 4-0 voor. Dan gaven we nog 1-2 kansjes voor rust nog weg. Maar uiteindelijk gewoon een soevereine wedstrijd van ons, denk ik. Ik denk dat we een fantastische wedstrijd hebben gespeeld. Ik heb een Heracles gezien zoals ik graag wil. Ja, met hoge balsnelheid, met veel kansen creëren. Goede restverdediging. En dat heb ik allemaal gezien. En mooie doelpunten. Dus ik denk dat we, en het publiek ook, wel erg tevreden kunnen zijn. Dominant voetbal, vond ik het. Wat vind jij van het spel van Heracles? Ja, ik denk wat je zegt. We hebben vandaag heel dominant kunnen spelen. Veel de bal gehad, goede aanvallen gehad, veel kansen gecreëerd. Ja, dat is wat we van onszelf verwachten. En dat zal de ene wedstrijd beter lukken dan de andere. Dus, maar vandaag is dat heel goed gelukt. Kijk, wij willen gewoon heel veel doen in balbezit. We hebben in de laatste 5-6 weken heel veel over balbezit gesproken. En dan moet je restverdediging goed op orde zijn. En dat vond ik bij ons uitstekend verzorgd. En als je dominant kunt zijn, creëer je kansen. En ik denk dat we heel veel kansen hebben gecreëerd. We hebben er veel gemaakt, maar we hadden nog meer kunnen maken. Al met al ben ik tevreden, maar we moeten nog verbeteren. Wat zijn uw verwachtingen voor dit seizoen? Nou ja, kijk, de verwachtingen zijn gewoon dat je bovenin mee gaat doen. En dat zijn meer ploegen, dat is ADO ook. Dus wat dat betreft hebben we denk ik een goed statement gemaakt. We zullen best wel eens een keer tegen een domper aanlopen. Hè, met dit dominante spel waarin je een keer een counter tegenkrijgt. Maar we proberen wel zoveel mogelijk dit te blijven doen. Om in ieder geval ook iets op het veld te leggen voor de publiek. En ik denk dat je uiteindelijk met dit voetbal de grootste kans hebt om te winnen. Ja, wat verwacht ik van dit seizoen? Ik bedoel, we hebben één doel en dat is weer terugkomen in de Eredivisie. En dat is gewoon heel duidelijk. En daar moeten we alles aan doen om dat doel te bereiken. En vandaag zijn we daar goed mee begonnen. Zoals elke seizoen gaan we ervoor in om elke wedstrijd te winnen. Ik als spits wil zoveel mogelijk doelpunten maken om mijn teamgenoten te helpen. En zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Keep it.